Nederland zit in een recessie. Dat komt omdat we ons volstoppen met regels. In de zorg, in onderwijs hebben we meer dan 800% groei in de nalogse periode. Dat kost geld, daar moeten we wat aan doen, dat moet gestopt worden. Waarom ze zoveel regels hebben, hebben we uitgezocht in onderzoek. Dat ligt aan de samenstelling van kabinetten. Kabinetten die politiek dichter bij elkaar staan, produceren meer regels dan kabinetten die heterogener zijn. Het ligt ook, hebben we uitgezocht, aan de ervaring, aan de leeftijd en de affiniteit van de minister met het regeldomein. Bijvoorbeeld, een minister die van onderwijs komt, zal meer regels maken dan een minister die niet uit het onderwijsveld komt. Het ligt ook aan. De regelvoorraad die we hebben en het aantal ambtenaren. De regelvoorraad is zo gegroeid in de afgelopen jaren en het aantal ambtenaren is zo toegenomen dat dat een van de meest belangrijke verklaringen is voor de enorme regelproductie die we op dit moment in Nederland kennen. En waarom is dat erg? Het is erg omdat heel veel bedrijven daar last van hebben. En dat hebben ze last op drie verschillende manieren. Ten eerste, bedrijven moeten zich steeds inregelen op nieuwe regels die er komen. Dus de regelveranderlijkheid die er op dit moment is, steeds weer nieuwe regels, betekent dat bedrijven steeds weer moeten uitzoeken waar ze aan moeten voldoen. Ten tweede, het heeft ook te maken met de kwaliteit van regelgeving. Bedrijven hebben gewoon in toenemende mate tijd nodig om te begrijpen waar ze moeten aan voldoen, omdat het zo krom opgeschreven is vaak. En het laatste is, ja, het kost gewoon tijd, geld en energie. En die tijd, geld en energie kun je niet gebruiken bijvoorbeeld voor investeringen in innovatie of in nieuwe producten of in nieuwe diensten of wat dan ook. Hebben alle bedrijven er evenveel last van? Niet alle bedrijven hebben evenveel last, even last van de regels zoals we die kennen in Nederland. Je zult zien dat de hele kleine bedrijven, de ZZP'ers, gaan wel hun eigen gang. Die hebben niet zo heel veel last van de regels zoals die nu kennen. De hele grote bedrijven, de Philipsen, de Shells, die hebben hun eigen afdelingen en die zijn er bij wijze van spreken op ingeregeld. Maar waar het nou om gaat is dat de bedrijven die tussen de 10 en 100 werknemers hebben, dat die juist zoveel moeite hebben met alle regels die er zijn in Nederland. En laat dat nu net de motor zijn van de Nederlandse economie. Maar wat kunnen we eraan doen? Er zijn verschillende dingen die we daaraan kunnen doen om te zorgen dat het beter gaat. Het eerste is dat we um, bijvoorbeeld kunnen zorgen dat regels op een bepaald tijdstip vervallen. We kunnen er ook voor zorgen om het aantal ministeries naar beneden te brengen. We hebben in Nederland eigenlijk maar vier ministeries nodig: ministeries van Onderwijs, van Zorg, van Financiën en van Veiligheid. Dat zijn de vier kernministeries die we nodig hebben. We kunnen er ook voor zorgen dat we minder ministers in het kabinet hebben. Dat we minder leden in de Tweede Kamer hebben. Dat zijn allemaal. Manieren om te zorgen dat we minder regels produceren in Nederland. Kun je een voorbeeld geven van hoe het in de praktijk kan werken? Nou, een mooi voorbeeld hoe het in de praktijk kan werken zijn zorginstellingen in Noord-Nederland. In, in Noord-Nederland zijn er een aantal zorginstellingen, die hebben in samenspraak met het ministerie besloten dat ze alle regels en alle protocollen in principe de prullenbak in gooien. Ze hebben alle regels bekeken en sommige regels blijven natuurlijk bestaan. Daar is geen discussie over mogelijk. Regels over brandveiligheid. Sommige van de bewoners ja, hebben gewoon de neiging om s'nachts weg te lopen. Dus daar is geen discussie over. De deuren blijven in sommige situaties dicht. Maar heel veel regels, bijvoorbeeld regels over elke week vragen of ze wel een keer huilen. Of regels over elke week gewicht. Of regels over voeding, die zijn zonder pardon in de prullenbak gegooid. En wat blijkt? Het heeft een buitengewoon goed effect voor deze zorginstelling. Je ziet dat de medewerkers hun passie terugkrijgen, want ze zijn minder tijd kwijt of bijna geen tijd meer kwijt om maar formulieren in te voeren. Ze worden aangesproken op hun competenties. Competenties. Kijk goed naar onze cliënten in deze instelling. Kijk even hoe het gaat met het gewicht, kijk even hoe vrolijk of verdrietig ze zijn en vertel ons of we daarin iets moeten doen. Je ziet ook dat de Management, om een raar woord voor dit soort instellingen te gebruiken, minder tijd kwijt is om aan al die formulieren bereid te voldoen en van de weeromstijd zelf ook eens een keer mee gaan draaien op de werkvloer. Dus je krijgt een meer passievolle, een meer zorgzamere instelling en daar is het in principe om te doen. Dat geldt niet alleen voor de zorg, dat geldt ook voor het onderwijs, dat geldt ook voor het bedrijfsleven in het algemeen. Het principe in Nederland moet zijn, alle regels gaan de prullenbak in, tenzij en daarmee krijgen we een welvarender en ondernemend Nederland.